Het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR, reikt op 5 augustus 2016 de communicatieprijzen uit voor de beste commercial, de grote reclameprijs, de beste slogan en het best geschreven stuk uit het kalenderjaar 2015. Het proces voor de totstandkoming van de nominaties voor de communicatieprijzen wordt gecoördineerd door het Eerste Kenniscentrum van Suriname, KES. Het kenniscentrum hield gisteren in de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken een interactieve sessie over het initiatief en goede communicatie in Suriname. Het is belangrijk dat communicatiebedrijven goede strategieën uitzetten voor hun klanten, zegt Angela van der Kooijen van het Centrum voor Communicatie en Public Relations. Natuurlijk zijn er externe invloeden, maar die, als het goed is, dat je die risico's in kaart gebruikt. Hoe ga je daarmee om? En volg je nog steeds je strategie? En als je daar niet aan hebt gedacht, zorg ervoor dat je medespelers om je heen hebt. Ik heb het net gehad over die circle of trust, dat je met mensen gaat klanten worden, gaat praten met andere ondernemers. Hé, hoe kunnen we hiermee omgaan? En niet eigenlijk je laten leiden door de mediaberichten en onrustig worden, waardoor je je focus verliest. Want jouw focus is omzet behalen voor je organisatie. Je product aan de man brengen. Ervoor zorgen dat je eigenlijk je dienst ter beschikking stelt aan je doelgroepen. En daar moet je focus altijd op blijven. Want anders op het einde ben je alleen maar bezig geweest met de waan van de dag. Reageren op mediaberichten. Druk bezig zijn over het discussiëren over de crisis. Maar je bent eigenlijk het belangrijkste waar je mee bezig moet zijn. Daar heb je geen aandacht aan besteed. Of te weinig. Angela van der Kooijen van het Centrum voor Communicatie en Public Relations. De organisatie reikt op 5 augustus een aantal communicatieprijzen uit. Ook zal er een communicatieman of vrouw gekozen worden op basis van de prestaties die de persoon heeft geleverd op het gebied van communicatie.